we present A Voice from Across the Water. We komen hier dan bij het politiebureau, de entree van het oude voormalige politiebureau. Op de nacht van 22 op 23 december werd hier gepost door twee mensen uit de verzetsgroep van de MBS. Met het doel om hier mensen die gevangen zaten, dat waren onderduikers die opgepakt waren door de Duitsers, te bevrijden uit hun politiecellen. Hier zijn twee politiecellen in dit raadhuis. En het was natuurlijk een heel spannend moment, want zij hadden afgesproken om de sleutel van de cel en de deur hier te ontvangen van politieagent Jongstra. En die zou op patrouille zijn met een andere agent. Het was een hele bijzondere bijeenkomst, want de sleutel paste wel. Men klom eerst door het raam, maar de tussendeur zat op slot. Dat was helaas door een andere agent die samenwerkte met de Duitsers nog ongezien voor Jongstra gebeurd. Daardoor moesten de twee verzetstrijders nog heel lang posten en wachten tot Jongstra hier terugkwam. En gelukkig om van hem uiteindelijk de goede sleutel toch nog in ontvangst te kunnen nemen. Toen dat gebeurd was, ging Jongstra naar huis om geen argwaan te wekken. En een aantal uren daarna werd hij natuurlijk van zijn bed gelicht toen men ontdekte dat de vier gevangenen verdwenen waren. We zijn nu in een van de cellen, een van de politiecellen, en die gebruiken we nu als depot. In zo'n cel zaten er soms wel 8 mensen, zo hebben we gehoord. Deze cel hebben dus ook de gevangenen gezeten die bevrijd zijn op 22 december. Het was een hele spannende en misschien minder bekende ontsnapping dan van de Blokhuispoort, maar zeker net zo belangrijk om te herinneren. Een heldendaad van vele mensen die hier hun leven voor waagden. In deze tijd was de Grauwste Verzetsgroep ook actief met bijvoorbeeld de organisatie van valse persoonsbewijzen en distributiebonnen. Ook met de voorbereiding van de distributie van bijvoorbeeld gedropte wapens door de geallieerden. Deze wapendropping in de delen vond trouwens pas plaats in januari 1945. Een deel van de wapens werd toen rondom Grauw verstopt en de Duitsers kregen hierdoor verraad weet van. Op 2 en 3 maart werden toen de kopstukken van het verzet in Grauw gearresteerd. Na vele zware verhoren in de Halbertsmanvilla werden deze wapens gevonden en de gevangenen naar de Blokhuispoort en het Huis van Bewaring in Groningen gebracht. 2 van hen werden gefusilleerd en een aantal kwamen daarna in het concentratiekamp Neuengamme terecht. Een van hen was trouwens Sikke Bangma, de verzetsman die de 4 gevangenen uit de cellen bevrijdde. Ook zijn broer Douwe Bangma, die was toen hoofd van de MBS-groep Idaderen deel, werd opgepakt. En hij overleed vlak na de bevrijding uit Neuengamme. In het museum zijn hier de verhalen van te lezen en enkele zaken die daaraan herinneren te zien.